Hallo kijkers, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Vandaag is een dag waar ik lang naar heb uitgekeken, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ik ben terug op een locatie waar ik al eens eerder ben geweest. En de trouwe kijkers herkennen het waarschijnlijk wel, de kerk hier achter. Maar zometeen als ik bij de sloot sta, bij het water, dan zal het helemaal opvallen. Maar vandaag gaat het wetsuit aan, we gaan prikken. En dan gaan we toch echt eens even goed kijken wat er nog meer ligt hier zo. Want ik had toen de tijd 3 grendels van een hembrugkarabijn gevonden. Dus nu gaan we echt even deze helemaal goed afspeuren en leeghalen. Dus het is alles of niets. Ik ga het pakje aantrekken. Let's go! Yes, we zijn er. Kijk, daar is de kerk. Jullie herkennen misschien al van de vorige video. Maar ik ben nu een kwartiertje bezig. En ik heb het eerste leuke vondst eraan zitten. We gaan even kijken. Even naar de prikstok toe. Kijk, daar staat mijn prikstok. Ik moet even de camera erbij pakken. Maar we zitten dus wel op een goede plek. Want kijk eens wat we hebben. En dit vind ik super gaaf. Ja, een clip met hembrugpatronen. Yes. Dus het ligt er nog steeds. Hè? Ja, ja. Kikken man. Ja, als dit het allemaal zo begint, dan wel wat worden. Super gaaf. Yes. Ja man. En een bout, maar ja, daar gaan we niet voor. Daar heb je niks aan. Maar wel gewoon een volle clip man. Zo. Ja, ik ben zo blij. Ik heb zo lang gewacht op deze dag, jongen. Echt gaaf. Ja, leuk man. En het klopt ook wel, we zitten hier aardig recht voor die ingang van die kerk. Dus ja, als jij spullen gaat opruimen, dan neem je natuurlijk de kortste weg. Ja. Het is dus helemaal niet nodig om naar Duitsland te gaan. Je vindt het ook hier nog. Nog een grendel. Oh. Ja, weer een grendel. Kikken, kerken. Ja. Mooi dag, Tim. Wow. Hij draait nog, toch? Even kijken hoor. Ja. Yes. Weer één. Ah, niet normaal. Ja. Kijk maar. Hier zo. Nummertje 4. Zo. Super vet. Ja. Nou die prikketten. Hè? Het valt mee, maar er ligt ook een beetje een puinlaag hier zo. Ja, ik voel inderdaad ook stenen ook. Ja, het zou ook allemaal onder die stenen kunnen liggen. Maar gewoon weer precies voor die camera, hè? Weer op dezelfde plek gewoon. ...75 jaar later, hè? Maar als die grendels er liggen, dan moet je die karabijnen toch ook tegenkomen, hè? Ja, mooi. Echt grote schepen gaan er nou tegenwoordig niet meer doorheen natuurlijk. Kleine, alleen van die binnenwaarts kleine dingen. Toen de tijd wel in die periode. Misschien, ja. Toen had je natuurlijk nog een beetje die bloemenveiling en zo. Ja. Die grote schuipen, hè? En die grote schuiten die kunnen wel heel wat verplaatsen. Als, heel wat verbergen. Ja, ik zeg maar wat, als het hier in het water is gegooid en er komt een boot voorbij, dan kan het net zo goed helemaal daarheen. Ja.
Wow, wat is dit? Ja, dat is een standaard of zo. Dat is niet van de oorlog, denk ik. Nee. Nee. Drommel standaard. Ja, ik denk het, ja. Oké, mensen, ik sta echt voor een heel groot raadsel. Want nu heb ik er deze, die had ik net al. En nu haal ik net deze twee gewoon ook weer eruit. Maar alleen maar de grendels. Waar is de rest? Ik begrijp er niks van. Waar is de rest, joh? En deze twee kwamen precies op dezelfde plek eruit. En ik zal eventjes de camera een beetje bijdraaien. Dit is de staar waar een prikstok staat. Dus we hebben er weer drie vandaag. Dus de vorige keer al drie. Heb ik er al zes. Maar waar zijn de echte, waar zijn de complete karabijnen? Kijk, deze clip had ik net al laten zien natuurlijk. Dus drie grendels en een clip tot nu toe. Ja, we gaan gauw verder kijken. Ja, dan zet ik de camera uit om de batterij een beetje te besparen. Maar dan heb ik weer wat gevonden, laat ik hem een tijdje draaien, zet ik hem weer uit. En dan vind ik het precies weer. Ik heb er gewoon nog eentje. Dus dit is al de vierde grendel. Even kijken, oh hier, ik ben er al voorbij. Weer de vierde grendel al. Ik kan wel een collectie beginnen. Dan heb ik er al zeven in totaal. Drie thuis en vier hier. Yes! Nou, moet er echt ook een karabijn uit gaan komen, anders word ik helemaal, dan begrijp ik er niks meer van. Ja, oh, zo zeg. Nee, yes. Weer één. Hoe komen er zoveel? Ja joh, alweer. Slangetje, wat is dit dan? Goed, we zijn klaar. We hebben even lekker wat droge kleren aangetrokken, is ook wel fijn. Dus ik was in gezelschap van Johan vandaag en zijn dochter. Het was erg gezellig. En we gaan even de vondsten bekijken. We beginnen maar bij de muntjes. Een paar muntjes, dubbeltjes, kwartjes, 5 euro cent. Deze tang. Is het nog een beste, hij werkt zelfs nog. Een lepel, een mes, een mooi armbandje, ook gevonden door Johan, sleutel, een paar patronen. Maar dit buisje, het heeft dezelfde mes in kleur als de kogels, maar geen idee wat het is. Dus als de kijkers het weten, laat het eventjes achter in de reactie. Nou, hier een mooie volle clip, ja ook te gaaf. En gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grendels van de Hembrug karabijn. Ja, te gek. Dus ik zeg geslagen dag. Wat zeg jij ervan? Ja, dat is tof. Ja, toch? Maken. Ja, zeker. Ja, Nou, kikken. En ik denk dat de sloot wel aardig leeg is nu. Dus we zeggen niet dat er helemaal niks meer ligt. Maar we hebben ons best gedaan. Dus ik hoef voorlopig niet meer terug te komen hier, denk ik. Jammer dat de karabijnen er niet uitkwamen. Hè? Oh, leuk geweest. Toch wel bijzonder dan. Eigenlijk 7 grendels van een karabijn, maar geen één hele karabijn eruit. Eentje. Heel apart. Die zullen ze toch wel meegenomen hebben dan of zo. Nou ja, we gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi!